De ministers van Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed en Pralaat Soudin van LVV, die hebben vandaag bezoeken afgelegd aan de districten Koroni en Saramaka. In Kokos district Koroni zijn er verschillende projecten bezocht van zowel het ministerie van Openbare Werken als van het ministerie van LVV. We voeren nu naar het volgende verslag met beelden van Raj Mahango. En heeft me een maand geleden gecontact. Hij is hier geweest, we hebben gespeeld met mijn directieteam, met mijn team. En ik ben zelf afgelopen week zondag thuis bij hem geweest. Hij heeft me een paar demonstraties geweest, een bepaalde plantjes laten zien. Zelf drie plantjes gegeven van het Braziliaanse lemmetje. Yo, zo groot man. Wat is business aan die willen weer? Nee, maar manje bomen zo groot en ze dragen, ja, juist. Dus hij heeft gezegd van hij wil Koroni komen ondersteunen. Okay. Maar helemaal. We moeten zorgen voor een helemaal stuk terrein. Nee, en tijdens onze vergadering hebben we gezegd van LVV heeft zo iets groots hier. Dan kunnen we goed gebruik ervan maken. Kijk, vroeger was er een EU-project hier. Jawel. Om de racebouw te ondersteunen. Dat was jaren 80. Ja, 80. Dat is allemaal in. Nee. 8 jaar. Ik werkte toen al bij LVV, dus vandaar dat ik er veel weet van heb. Maar toen was de race sector booming hier, ja. 4000 hectare. Ik ben ook bezig met Shifa Yacht Rice Enterprise. Mm-hmm. Ze zijn bezig met de verschillende boeren te onderhandelen. Yeah. We heel binnenkort gaan ze contact tekenen met de eerste groep, Bango Mulio, voor 5 jaren. En ze hebben ook gesproken met, als ik het goed heb, met nog 3 verschillende coöperaties. Mm-hmm. En ze komen nu al op dichtbij de 800 hectare die ze willen inzaaien. Geweldig. Maar ze gaan beginnen in het Furnisgebied, weet ze het wel gelegen. En dan willen ze zeg maar hun eerste inzaai mee al doen. Okay. Ze zijn bezig te onderhandelen met de boeren. Dus het lukt aardig. Okay. Laat me weten waar ik zou kunnen ondersteunen, ja. Dan doen we dat. Yes. Want als op een gegeven moment wij die, al die 4000 hectare zouden kunnen inzaaien, dan zou gaat Koroni weer een booming zijn. In elk geval gaan ze beginnen met, als ik het nu goed heb, 800 tot 1000 hectare. Daar hebben we al bijna een kwart. Een kwart, ja. Maar er is een deel dat waar de vee graast. Ja. En je hebt dan wel veeboeren die heel serieus bezig zijn, dus nu moeten we kijken van hoe samenwerken. Ja, ze zijn echt meer in het resort, Johanna Maria. Ja, dus veeboeren zijn in het westen. Ja, maar dan trap je ook toe, denk ik niet dat ze gaan inzaaien. Waarom niet? En dat is ook continu daarop. Ja. Dus je gaat niet investeren en na een maand of twee dan Brokko bakken. Nee, dus daar moeten we nu grondig naar kijken. Ja. Van in wat voor dammen zitten, was het toen goed aangelegd of niet goed aangelegd? Dan, ja. En ja. In, als er een verbetering moet plaatsvinden, en, maar het kan Koroni niet tot grotere hoogte tellen, ja. Dan gaan we het doen. Dat gewoon moeten doen. Ja toch, en, het zou zonde zijn. Het ideaal is iets ongonnen, ja. En om dat zo te laten. Maar laten we het dan later over hebben, want daarvoor zijn we speciaal hier om te kijken van okay. Waarmee wij Koroni zullen kunnen ondersteunen. Ja. Abo. Yes. Oké. Okay. Ja, minister, wat was hier dus vroeger? SAOC, dat is Stichting Agrarische Ontwikkeling Koroni. En in dat kader was er ook een EU-project ter ondersteuning van de rijstbouw hier in Koroni. Maar vanaf een bepaald moment is alles gewoon stil komen te liggen. En je ziet nog aan die gebouwen, er gebeurde wel wat of er waren plannen om zaken hier te doen. Maar het is helemaal doodgebloed. En welke plannen liggen er nu? Kijk, je ziet nu de rijstsector een beetje omhoog klimmen. We hebben in Ikeri, door minimale ingrepen, hebben we dit seizoen 4000 hectare meer kunnen inzaaien. Mijn streef is om tegen eind dit jaar nog eens een keer 6000 hectare erbij te doen, dat wij een 10.000 hectare meer gaan inzaaien. Maar Koroni, waar het praktisch stil ligt, je ziet nu al bewegingen dat aantal boeren die begonnen zijn met inzaaien. En dit seizoen is hier 258 hectare ingezaaid reeds. En u hoorde net de DC zeggen van de animo is er om door te gaan. En het volgende seizoen, ergens in mei, dat we gaan richting de 1000 hectare. Dat is al goed nieuws voor ons allemaal. En dan is mijn rol in deze om te kijken van wat kunnen wij als regering, het hoeft niet alleen LVV te zijn, collega openbare werken kan ook meehelpen daarbij, misschien andere ministeries, van hoe wij de boeren weer kunnen stimuleren om de rijsteel verder omhoog te krikken. Maar zij moeten een besluit nemen.
En u hoorde net ook een deel van het verhaal van dat een deel van de boeren hier ook reeds vee kweken op die oude rijstarealen. Laten we kijken van willen ze doorgaan met vee, moet het 50-50 zijn, I don't know. Laat zij aangeven en we zijn ready om daarop in te spelen. We praten over productieverhoging, dus op allerlei manieren moeten we dat kunnen realiseren. En u sprak over stimuleren, minister. Waaraan denkt u? Kijk, u heeft het nu over corona, neem ik aan. In corona ga je, als je intensief gaat, ga je met één vraagstuk zitten. En dat is je arbeidspotentieel. En dat is erg gering hier in corona. Maar als je door wil gaan met rijstbouw, dat praktisch geheel gemechaniseerd is, dan zorg ik van, dat is dan welkom. Dat past precies in het plaatje van zoals de stand van zaken nu ervoor liggen. Maar veeteelt, als ze het excessief willen doen, heeft ook minder aan arbeidskrachten nodig. Dus nu moeten we die keuze gaan maken. En in corona, je hebt hier een prima microklimaat, zowel voor rijst, met water en zwamp, hierachter zit, maar ook voor veeteelt. Maar dus de rijst van corona, dat is veelal voor, ook de lokale markt? Kijk, ik neem zo aan, want je hebt hier geen opkopers, je hebt geen pellerijen, geen drogerijen, dat het voornamelijk opkopers uit Nigeria zullen zijn, die dan hier zullen opkopen. En dan gaat het vanuit Nigeria dan verder, of op de lokale markt of op de internationale markt. En welke rijstsoorten wordt er vooral hier geplant in corona? Het is gezien goede variëteiten van Nigeria. Ja, dus het is gewoon hetzelfde. Ofwel zetten we het voor, maar als we het niet voor kunnen zetten vanwege de regering, de overheid, dan gaan we hem omzetten in privé. Ja. Want dan kunnen de mensen beginnen te bouwen, want dat is wat je wil. Dat is wat je wil. Als iemand de weg kan voorfinancieren, dan kunnen ze vast hun huizen bouwen. En dan langzaam stroom en water kan komen. Toch? Maar de overheid, we hebben nog niet 100% antwoord hierop. Maar ik ben blij dat je dat voor de week wil. Coronians aannemers, die willen voortfinancieren, maar ze willen zekerheid hebben. En dan kan je maar zijn. Ja, nee, dus inderdaad, wij moeten die grondstatus goed checken. Ja. En we moeten die contract ontbinden, want anders kan je niet zomaar beginnen, toch? Ja. Dus dat soort dingen. Dus je moet even wachten, laat niemand nog beginnen. Ja. We heel binnenkort nemen het besluit, in een kwestie van een paar weken. De mensen hebben 2 weken nog de tijd. En dan gaan we het proces ofwel voortzetten, ofwel. Dus of die huidige meneer bij Tali gaan we ook vragen. Als hij wil voortzetten, mag het. Of we ontbinden alles op een correcte manier en we nemen het opnieuw over, hoor. Dus als die jongens komen, vraag ze een beetje geduld. Geduld. Het is echt een kwestie van 2 tot 3 maanden. Ja. Toch, dan kunnen ze beginnen te bouwen. Straks bouwen ze en die meneer legt beslag. Je weet toch? Ja, laten we dat even voorzichtig doen. Dus goed, ik heb het gezien. Het is eigenlijk wel een heel mooi project, hoor. Eerlijk gezegd, heel mooi. Heel mooi. En dan houden we ook contact wat dat betreft. De steun uit Kavels is geweldig, man. Heel mooi. Heel mooi. En ook goed gelegen, weet je. Goede ondergrond, alles. Ja, het is wel vervelend, het is wel jammer. Maar wat heeft hij hier gedaan? Bouwrep gemaakt alleen? Onbost alleen? Het was een school, toch? Nee, maar het is verder niet. Ook kokers en zo gezien. Ja. Het was te ver gevorderd, denk ik, toch? Ja, wat kokers ook. Ja. Maar het is intussen gewoon begroeid. Maar het was helemaal schoon. Gemaakt door bij Tali. Het was helemaal opgeschoond. Ja. Oké, maar het is mooi. Als je na 3 maanden of zo, is het weer, heb je weer vegetatie. Ja. Oké, nee, maar dan onthoud dat. Dit staat, is belangrijk. Ja. Dus we gaan je binnenkort informeren erover. Heel binnenkort. Yes. Wat voor project was het hier, minister? Dus dit was een verkavelingsproject van het ministerie van Openbare Werken in het district Coroni. En zoals de DC zei, ongeveer 200 kavels, vooral voor jongeren onder andere, die woning willen bouwen. Maar dat project is een beetje stopgezet geworden. Door de uitvoerder was bij Tali, vanwege financiële verplichtingen en betalingen. En je ziet, het is een verschrikkelijk mooi terrein. Het is onbos. Eigenlijk ready om te starten. Maar op dit moment zijn we niet in staat die schulden te betalen. Dus in deze dagen wordt de knoop doorgehakt. En dan ofwel gaan we door, of we ontbinden alles. We leggen de schuld vast. En we vragen private mensen om dit op te pakken. Zodat die mensen kunnen gaan bouwen.
toch? Want iedereen wil zijn huis bouwen. Maar wat we niet gaan doen is mensen laten bouwen en dan straks wordt er beslag gelegd en weet ik veel. Dus laten we dat op een correcte manier doen. Maar binnen enkele weken wordt de knoop doorgehakt. En hoeveel percelen praten we hier? Heel veel, 200 gemiddeld. Als het te groot was, kunnen we zelfs een beetje verkleinen eventueel. Dat meer mensen een woning kunnen bouwen. Maar gemiddeld 200. Ja, burgervader, en het is groot, dat van de woningzoekenden, ja, onder jongeren hier in Koroni. Ja, het is groot. Het is een groot. Eigenlijk de meeste jongeren hebben al een beschikking in de hand. Dus ze willen starten met bouwen, maar ze komen dagelijks op kantoor. En het is, net als wat de minister zegt, dat ze eventjes moeten wachten totdat de knoop doorgehaakt is en de minister ons opdracht gegeven heeft. Dan kunnen de mensen starten. Ja, maar... Welk model, minister? Worden het percelen die verkocht zullen worden? Dus mogen deze kavel zou de overheid, OW, bouwrijp maken, zodat de mensen zelf kunnen bouwen en de wegen aanleggen, zodat ze zelf kunnen bouwen. Dat is het model hier. Je weet, je hebt sommige modellen waar je huizen gebouwd zit. Nee, hier mocht men zelf bouwen, et cetera. Dus dat is het. En de kavels waren gratis waarschijnlijk uitgegeven. Maar als wij bijvoorbeeld de wegen of EBS, vooral EBS water, moeten aanleggen, dan kan het zijn dat ze een stukje bijdrage moeten leveren.